Ik sta hier bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En zij zijn dit jaar themapartner voor de Maand van de Geschiedenis. En ze organiseren deze maand ook een aantal evenementen, waaronder het 8 Uren Festival. En die ga ik nu bezoeken. Het 8 Uren Festival is geïnspireerd op een 19e eeuw strijdkreet. 8 uren aan den arbeid, 8 uren aan den ontspanning en 8 uren aan rust. 3 ton is een belangrijk getal, want dat is het verschil in inkomen dat mannen en vrouwen verdienen gedurende hun loopbaan. Waarom werken vrouwen minder? Ja, ik denk dat het komt omdat we in Nederland een hele dominante cultuur hebben en een heel sterk normatief beeld over wat een leuke vrouw is, wat een goede vrouw is en wat een goede moeder is. En als je daaraan wilt voldoen, dan ben je iemand die parttime werkt. De eerste indruk, als je mensen met een beperking ziet, is dat je toch de beperking ziet. Dat wil ik eigenlijk doorbreken. Door meer te gaan richten op talent. Want iedereen heeft talent. En als we die op de juiste manier inzetten, dan valt eigenlijk de beperking weg. We krijgen nu een rondleiding door het gebouw. Kun je ons vertellen wat het IISG is? Yes, het IISG, we zijn een onderzoeksinstituut met tevens een collectiesafdeling. En we verzamelen geschiedenis van de arbeidersbeweging wereldwijd. En ik heb vandaag een rondleiding gegeven die zich vooral focuste op die collectiesafdeling. We zijn door de diverse depots en magazijnen gegaan. Het was erg leuk om zoveel enthousiasme ook te zien van de bezoekers vandaag. Kun je ons vertellen waar je scriptie over gaat? Het gaat eigenlijk over de keuzes en betekenisgeving van zwarte vrouwen en hun haarstijlen in de context van het werk. Dus binnen de bureaucratische organisaties waar zij dan dus voor werken. Kom gewoon zoals je bent, want ja, ze moeten je maar geaccepteren zoals je bent. En als ze dat niet doen, jammer dan. Dan vind je maar iemand anders waar je voor kan werken. Maar wees gewoon blij en trots op de vrouw die jij bent. Wat heb je net verteld? Nou, mijn lezing ging over de gezinsverzorging. Dat was voor heel veel vrouwen een heel belangrijk beroep, want omdat ze daarvoor wel buitenshuis mochten werken. Omdat het in het verlengde lag van de rol die ze traditioneel eigenlijk al hadden. We zijn nog lang niet uitgepraat over het thema arbeid. We gaan hier nog even door. Wil je nou meer informatie en deelnemen aan andere activiteiten? Kan nog de hele maand. Kijk daarvoor op de site van de Maand van de Geschiedenis. Tot de volgende keer. Dag!